Ook, ik wil straks ook even de specialist bellen, via de verpleegkundige specialist, want ik had wat prikkels. Hoezo vind je het niet eerlijk? Nou, zo kort weet je het toch niet? Echt, mijn hart zakte naar de grond. Ik weet niet, het was alsof, ja, ik kan het gewoon niet eens omschrijven. Ik ga jullie vandaag vertellen hoe ik het, hoe ik het heb ontdekt. De meesten weten het al, borstkanker dus. En wat voor mij de eerste symptomen waren. Ik wilde het eigenlijk gisteren al doen. Oh jongens, echt. Ik ben nog zo moe. Oké. Hey, ik zou eigenlijk vandaag gewoon thuis zijn. Vrijdag werk ik nu nog niet, maar we hebben zo meteen een afspraak op kantoor. En dat is eigenlijk wel eentje waar ik graag bij wil zijn. Dus ik ga toch even 2 uurtjes naar kantoor. En dan, even kijken hoor. En dan, ik weet echt niet eens hoe mijn dag er vandaag uitziet. Oh ja, en dan naar de basketbal. En nou, de hele leute met de... Oké, anyway. Hier gaan we dit mee doen vandaag. Jongens, ik lijk wel een pak ezel. Echt serieus. Kijk, hier allemaal tassen. Oh, ik kan het niet eens zien. Ik ga straks ook even de specialist bellen. Via de verpleegkundige specialist. Want ik had wat prikkels in mijn benen. Of althans, ik heb wat prikkels. Prikkels zijn misschien een gek woord. Jongen, dit is lastig. Ik moet echt nog wennen aan dit hele gebeuren. Wat ik dus wil doen, ik wil straks even de specialist bellen. Ik wil straks even de specialist bellen, want ik had wat prikkels in mijn benen. En dat is wel irritant. Als je eenmaal ziek bent geweest, dan het is niet dat ik om alles angstig ben of zo, maar wel vervelend als ik iets voel of zo, een raar dingetje. En ik probeer dan wel een beetje het onderscheid te maken. Maar goed, ik ga zo het onderscheid. Dus is het angst of is het mijn gevoel dat iets niet goed is. Maar ik ga zo gewoon even bellen en dan kan ze me weer even geruststellen. Yes, en ik ga nu rijden en ik mag niet rijden en vloggen. Dus dat gaan we ook niet doen. Veiligheid boven alles. Chrisje? Christian? Ja. Ga je even je schoenen aandoen? We moeten Benjamin naar de basketbal brengen. Ja. Wat is er? Benjamin? Ja, je oksbord. Hoezo vind je het niet eerlijk? Ik ben wel heel kort geweest. Nou, zo kort was je toch niet? Jawel. Ik heb ook nog bij Jax gespeeld. Maar het was wel gezellig bij Jax. Hè? Maar anders... Dus als je nu gaat, dan kan ik nog op de PlayStation misschien, toch mama? Nou, het is nu wel mooi geweest, vindt mama. Ik wil niet daar. En dan gaan we weer naar de basketbal, weer de deur uit. Wat zeg je? Naar Joakim. Nee, kan niet. Je gaat met mama mee. Het was een maand voor de zomer, ergens in juni. Merkte ik dat ik al een tijdje heel erg moe was en... mijn haar werd heel erg droog. Echt niet normaal droog. En ik denk, wat is dat nou joh, weet je, dat mijn haar zo droog wordt. En ik had echt geen idee, ik denk, hoe kan dat nou? En ik deed er wel voor alles in, voeding en conditioner en de haarvet en weet ik wat allemaal. Maar het leek wel alsof het niet absorbeerde. En toen dacht ik bij mezelf, nou, dit is echt niet goed. Dus toen heb ik een afspraak gemaakt met een Ayurvedische arts. Want ik dacht van, er is iets van binnen is weer niet goed. Je gaat natuurlijk niet denken aan, aan een borstkanker. Maar ik dacht van, misschien moet ik iets van iets meer eten of van iets minder eten of whatever. Dus ik heb toen een afspraak met hem gemaakt. Maar omdat de zomer er al aankwam... kon ik pas in september terecht. Maar ik dacht, nou ja, dat is vroeg genoeg, is prima. Dan doen we het lekker wanneer we terug zijn van vakantie. Want we zouden iets van 4 weken zouden we weggaan.
met nog een stelletje en hun gezin. Dus ik dacht, nou, we plannen het gewoon na de zomer. En dan in september zou ik bij hem terechtkomen. Nou, we zijn in juni zijn we nog naar Ibiza gegaan voor een bruiloft van een vriendin. En toen merkte ik ook wel dat mijn haar begon af te breken. En ja, ik weet niet. Het was gewoon, ik was van binnen was ik ook al een hele tijd onrustig. Maar ja, ik wist helemaal niet waar dat mee te maken had. En soms heb je zo'n gevoel van, je voelt dat er iets staat te gebeuren, maar ja, je hebt echt geen idee. En je hoopt maar dat het iets anders is of dat het iets heel, iets niet zo heftig is. Maar ja, ik kon mijn vinger er niet op leggen en ik had iets van, ja, het zal allemaal wel. En ik probeerde gewoon een beetje op tijd naar bed te gaan, maar goed, dat heeft allemaal niet gewerkt. En toen op een dag, ik was gedoucht en ik ben echt van de crèmetjes en het smeren. Voor mijn handen heb ik weer een ander crèmetje, voor mijn voeten een ander crèmetje, voor mijn lichaam een ander crèmetje, voor mijn gezicht een ander crèmetje. En ik was weer lekker aan het smeren en toen tijdens het insmeren na het douchen voelde ik ineens een knobbel. En op het moment dat ik die knobbel voelde, toen zakte echt mijn hart naar de grond. Ik weet niet, het was alsof, ja, ik kan het gewoon niet eens omschrijven eigenlijk. Als moeder van drie kinderen, ik heb ze alle drie heb ik borstvoeding gegeven. Voel je altijd wel wat met die melkklieren en zo. Maar nooit had ik iets waarbij ik me zorgen maakte. Maar nu voelde ik die knobbel en echt, het was alsof alle bloed gewoon gelijk naar de grond zakte. Mijn hart ook. En het was in de avond en ik dacht, shit, wat is het nou? Nee. Ik was mijn hart ging de hele tijd tekeer. En eigenlijk probeer je dat gevoel dan probeer je weg te stoppen. En te denken, nou, het zal wel niks zijn, maar dat lukte gewoon niet. En toen ben ik in bed gaan liggen en Michael lag al in bed. En ik wilde eigenlijk gewoon gaan slapen en niks zeggen. Maar het zat me zo dwars dat ik het wel moest zeggen. Maar ik wilde het niet zeggen, omdat op het moment dat je zoiets uitspreekt, dan heb je het gevoel dat dat het sowieso al zo is. En dat wilde ik niet. Maar goed, even een slokje. Ja, dus op een gegeven moment zei ik tegen Michael van, ik voelde een knobbeltje toen ik me ging insmeren. Dus hij zegt, oh, oké. Okay, dus toen liet ik hem zien waar het was en voelen. En het was echt niet heel groot. Ja, nou ja, niet heel groot. Het was al groot genoeg. Maar het was een beetje zoals een knikker. Was het gewoon een klein knikkertje. En het was wel duidelijk voelbaar. Dus toen zei hij van, nou, dan moet je morgen maar gelijk even naar de dokter gaan. En dacht ik, ja, dat is goed. Ik kon heel moeilijk in slaap vallen. En ik was echt onrustig ook. En de volgende dag ben ik gewoon gaan werken. En op een gegeven moment, ik dacht van, ik bel de dokter straks wel. En ik zat achter mijn computer. En echt ineens kwam iets in me naar boven. En die zei, je moet nu de dokter bellen. Want als het niet goed is, moet je er vroeg bij zijn. En toen heb ik gelijk de dokter gebeld. En toen ben ik naar de dokter gegaan. En dat was ook heel fijn, want ik vertelde hem hoe en wat. En toen heeft hij gelijk, heeft hij me ergens ertussen gepropt. En kon ik diezelfde middag kon ik nog terecht bij hem. En terwijl ik, toen ik bij hem was, nou, ging hij even wat vragen stellen. En mijn borst onderzoeken en mijn klieren en weet je wat allemaal. En toen zei hij ook van, het ziet er goed uit. Het lijkt gewoon op iets goedaardigs, op een... Ja, febradeonoom of fibradeonoom. Ik heb het niet eens gegoogeld eigenlijk. Misschien had ik dat moeten doen voordat ik het tegen jullie zei. Maar in ieder geval, het leek op iets goedaardigs. En alle symptomen die ik had, die wezen ook gewoon dat er niks ernstig zou zijn. Hij zegt, maar ik ga voor de zekerheid wel een mammo doen. Dus daar moet je even een afspraak voor maken. Maar omdat het er allemaal heel goed uitzag, was het niet van, oké, je moet nu naar het ziekenhuis en het moet nu gelijk gebeuren. Dus de afspraak die stond pas over 2 weken. Dat wist ik ook niet. Ik dacht, je kan gelijk terecht. Maar dat was dus niet zo. En ik had ook al, voordat ik naar de dokter ging, had ik zelf al een beetje gegoogeld van, oké, wat zijn de symptomen als het niet goed is?
En eigenlijk alle symptomen die daarop stonden, die had ik niet. Dus ik dacht, oké, nou ja, ik hoop maar dat het niks is. En het zal wel niet, want ja, als ik lees wat hier staat, dan moet het gewoon allemaal wel goed zijn. Nou goed, ik had een verwijsbriefje van hem gekregen. Ben ik gelijk de volgende dag naar het ziekenhuis gegaan. En toen zeiden ze, en dan moet er een afspraak gemaakt worden voor een mama. Omdat er gelijk een radioloog naar moet kijken. En er nog iemand erbij, weet ik wat. En als ze gelijk al zien dat het mis is. Ja, dan ga je natuurlijk wel gelijk in die molen. Maar omdat het bij mij helemaal niet zo eruit zag, was de afspraak pas over 2 weken. Dat was de eerstvolgende keer dat ik terecht kon. En dat was, nou ja. Prima, want ik wist niet dat het niet oké was. En toen, in de tussentijd, ik was zo onrustig al die tijd. Ik, weet je, als mensen zeggen van, je hebt een knoop in je maag. Nou, dat had ik vanaf dat moment, had ik constant. En ik had wel tegen mijn moeder verteld van dat ik een knobbeltje had ontdekt. En dat ik naar de dokter was geweest. En had ik ook gezegd wat de dokter had gezegd. En dat ik naar de dat ik was doorverwezen. Maar ik had er niet op gerekend dat ik pas 2 weken later terecht kon voor een afspraak. Dus toen ik weer op de volgende dag op het werk kwam. Of mijn moeder sprak. Of vroeg ze hoe het was gegaan. En toen zei ik van ja, het is allemaal. Alles was goed. Het was helemaal niks. En ze keek me zo aan van. Weet je het zeker? Hebben ze dat echt gezegd of zit je gewoon te jokken? Ik zei nee, echt, het was allemaal goed. En ik hoopte ook dat ik dat ook gewoon zo, dat ook zo zou zijn. Dus ik dacht, nou ja, weet je, als ik over 2 weken hoor dat het goed is, dan is het ook prima. Maar anders gaat zij nu 2 weken stressen en dan is het straks voor niks. En als het niet oké is, dan weet je, is er nog tijd genoeg om dat te zeggen. En voor mij, ik word er ook helemaal moede van terwijl ik dit vertel. Ik neem even een slokje. Ik weet het, ik ben ook gewoon de kluts kwijt dan. Dat is ook zoiets apart. Sinds ik dit heb gehad en de behandelingen ben ik echt... moet ik echt nadenken van wat zei ik nou, waar was ik nou? Oké, jongens, waar was ik? Dus ik had al tegen mijn moeder gezegd dat het allemaal oké was. En dat ik al die mammografie had gehad en de echo. En het zag er allemaal gewoon goed uit. Of alleen de mammografie, want ik wist niet dat ik een echo zou krijgen. En, maar toen die 2 weken. Nou jongens, ik heb alleen maar buikpijn gehad. Als ze zeggen van je hebt een knoop in je maag. Nou, ik had echt letterlijk een knoop in mijn maag. Ik kon niet meer eten bijna. Drinken ging dan wel. Maar echt, ik had gewoon echt geen eetlust. Ik was continu onrustig. Mijn hart ging de hele tijd tekeer. En ik weet niet. En toch denk je op dat moment niet aan, aan datgene wat het is. Want je denkt, dit overkomt mij niet. Dit komt niet bij ons voor. Dit komt altijd bij andere mensen voor. Je wordt niet geconfronteerd daarmee. En je denkt van, je leidt een goed leven, een fijn leven. Je bent lief voor andere mensen. Je hebt fijne mensen om je heen. Ik weet niet. Je denkt gewoon niet dat op je pad komt. Terwijl ergens iets in je wel zegt van het is niet oké. En ik weet ook nog dat ik een etentje had met die 3 vriendinnen. We hebben altijd eens in de zoveel tijd, eens in de zoveel tijd, denk ik in een paar maanden, hebben we een dinner date. Ze vroegen mij elkaar, hoe gaat het met je? Toen zei ik, ja, gaat wel goed. En toen zei ik, ja, ik was naar de dokter geweest, want ik had een knobbeltje ontdekt. En toen zei ze van, meid, weet je, wat vervelend. En toen begon ik gelijk te huilen en... Heel stom, want ik ben helemaal niet zo huilerig en zo super emotioneel en zo. Dus het was ook niet echt iets voor mij. Maar ja, ik weet niet. Het is toch iets van binnen wat tegen je zegt. Karin, dit is niet oké. En ik moest huilen. En die andere 2 meiden die waren in de keuken, die hadden het niet door. En ik wilde het ook niet laten merken. Omdat ik ze ook niet ongerust wilde maken. En toen zei ze maar... En zei ze, wat zei de dokter dan? Toen zei ik van, ja, de dokter zei dat het er allemaal goed uitzag. En dat het op iets goed aardigs leek en zo. Toen zei ze, dan zal dat het toch waarschijnlijk wel zijn. En nou ja, gelukkig heb je binnenkort de mammo. Maar waarschijnlijk zal het gewoon niet zijn.
En nou ja, het 9 van de 10 keer is dat ook zo. Maar ja, ik weet niet. Ik denk dat, dat je lichaam en je intuïtie je toch echt, echt wel seintjes geven wanneer het niet oké is. En bij mij, mijn gevoel en mijn intuïtie heeft me dat echt, echt laten weten. En kijk, ik kan niet voor andere mensen spreken. En je hebt natuurlijk zoveel duizend miljoen verschillende vormen van deze ziekte. Maar mijn lichaam heeft me wel signalen gegeven. En op dat moment kon ik het niet gelijk plaatsen. Mijn haar dat zo droog werd, die vermoeidheid. Ja, bij mij was mijn haar was wel echt, echt het meest opvallende voor mij. Het was zo droog. Echt serieus. Je kent wel dat touw, weet je, dat zo gedraaid is. Nou, zo voelde het gewoon. En het maakt niet uit wat ik erin deed. Het werd gewoon niet geabsorbeerd. En ja, voor mij was dat wel de meest duidelijke symptoom dat er iets niet oké was. Dus, dames, luister echt. En mannen ook, als je kijkt natuurlijk. Weet je, luister naar je lichaam en probeer goed te kijken of iets normaal is of echt anders is dan altijd. Weet je, tuurlijk, we hebben allemaal wel een keertje iets of een pijntje hier of een ditje of een datje. Maar als het echt aan blijft houden en het is echt anders dan dat het al die jaren is geweest. Ja, dan is er gewoon iets is niet oké. Het hoeft niet altijd, je hoeft niet altijd van het ergste uit te gaan. Maar het is wel, het is wel belangrijk om daar wel iets mee te doen. Om ernaar te luisteren of om er even naar te laten kijken. En als het allemaal goed is, dan is dat heel fijn. Maar als het niet oké is, dan is het gewoon heel fijn om er vroeg bij te zijn. Want ze zijn tegenwoordig heel ver en ze kunnen heel veel. Maar het is wel belangrijk dat je er... Dat je er vroeg en op tijd bent. En nou ja, gelukkig was ik dat. Volgende week ga ik vertellen hoe de mammo ging. En hoe het daarna allemaal is gegaan. Dus ik zie jullie hier volgende week. Ik ga me snel mijn schoenen aan en mijn jas aan doen. En dan ga ik de jongens halen. Ik zie jullie volgende week. Dankjewel voor het kijken. En tot dan. Bye.